zien hoe je Indische pannenkoeken maakt. Oftewel, kerdadag. Ik vul deze met zoete appel. Ik gebruik een heel klein beetje bakpoeder, ongeveer een half theelepeltje. Ik gebruik wat bloem. Ik gebruik 200 ml kokos, melk, pandanpasta en 2 eieren. Bij de bloem doen we al een klein beetje bakpoeder. Dat mengen we vast door elkaar heen. Appel fijn snijden. Mooie blokjes. Deze appeltjes gaan we karamelliseren met witte bastardsuiker. Wanneer de pannenkoekjes mooi gebakken zijn, kun je het gerechtje afmaken.